Als ik lees waar u de afgelopen decennia als vrijwilliger bij betrokken bent en betrokken bent geweest, dan is dat ronduit indrukwekkend, die lijst. Sinds 2002, al 14 jaar dus, ben je voorzitter van deze prachtige Harmonie Kunst en Vriendschap. Waar ik, laten we zeggen, op een soort werkbezoek even ben binnengevallen vanavond. En dat terwijl je zelf, en dat vind ik best grappig, ik maakte daar net ook al een toespeling op, geen enkel instrument, maar je gaat me nou zo vertellen welk het dan wel is. Niet één. Nou, je kunt het niet eens spelen. Nee. Maar dat zijn misschien wel de beste bestuurders, want die kijken daar op een volstrekt onafhankelijke, objectieve manier. Die hebben daar geen oordeel over en kunnen zich helemaal richten op de bestuurlijke kant van een harmonie. Verder ben je grondlegger geweest van Paris Balgooi, een van de grondleggers. Volgens mij, ik zit even te kijken of ik Ruud ook zie, zo 1, 2, 3. Zie ik Ruud niet? Ja, is Ruud. En dan mag ik het zeker zeggen, Ruud, als ik jou aankijk, dat het een van de meest actieve heemkundekringen van Gelderland is. En nog altijd ben je daar ook zeer actief bij deze heemkundekring. Het gevolg is dat iedereen je kent van de vele exposities die georganiseerd worden in de Oude Toren. En het enthousiasme en kennis van de historie van Balgooi en omgeving werken aanstekelijk op de bezoekers. Anders gezegd, je bent het beste reclamebord voor het dorp. Daar kan geen tv-sportje tegenop. Zelfs niet die in het weekend worden uitgezonden via RTL. Ga maar kijken. En zeker niet als ik er ook nog eens bij vertel dat deze Piet een prachtige weblog bijhoudt onder de naam Balgooise Mensen. En ik denk dat ik dat best aardig uitspreek, want het is gewoon een beetje Brabantse tongval, dus dat lukt best. Beste Piet, geachte meneer Van Erp, naast uw vele bestuurlijke werkzaamheden zie het ook uw sociale betrokkenheid u enorm. Zo vormt u samen met Gerry Valk sinds 1999 de avondwakengroep voor de Johannes de Doperkerk. En u speelt in die zin een heel belangrijke rol bij rouwverwerking van mensen tijdens de moeilijke momenten in hun leven. Beste Piet, als gemeentebestuur van de gemeente Wijchen zijn we enorm onder de indruk van het vele goede werk dat u vrijwillig verricht en verricht heeft voor onze samenleving en meer in het bijzonder voor Balgooi. Vandaar dat ik u mag mededelen dat het college heeft besloten om u de zilveren draagspeld van de gemeente Wijchen uit te reiken. En die ga ik u nu opstellen. Dankjewel. Pizza hoort nog niet bij.